bijna eng, zo goed. Daar heb ik echt van zitten genieten op de bank. PSV heeft de groepsfase van de Champions League afgesloten met een punt in eigen huis tegen Arsenal. En de afloop was de conclusie van Ismaël Sabari en Mauro Junior, maar ook die van Peter Bos, dat PSV bij vlagen echt heel erg goed heeft gevoetbald. Who did you enjoy the most today? Which of your teammates? I really appreciate the performance of Malik. I think he was really the key player of us today. Ja, ik vond Tillman bijna eng, zo goed. Daar heb ik echt van zitten genieten op de bank. Ja, die vond ik gewoon echt geweldig spelen. Dat is gewoon mooi om naar te kijken. Maar voor Ismaël geldt dat ook. Als je die dan weer ziet, hè, die komt ook weer in zijn kracht met zijn power. Had dan pech met dat schot. Ik zag wel dat hij van richting veranderd werd. Die bal die dan nog op de paal komt in de tweede helft. Ik vind dat genieten, want als ik dat in het algemeen mag zeggen, denk ik dat de mensen vandaag gewoon een leuke wedstrijd hebben gezien. Ja, jullie waren echt lekker aan het ballen, toch? Ja, het ging lekker. Iedereen had zelfvertrouwen, iedereen speelde speelde vrij gewoon. En dat zag je ook, denk ik, op het veld. Het gevoel dat jij als klein landje er toch bij hoort. Ja, nee, maar dat is het. Ik bedoel, toen we het seizoen begonnen, en dat is natuurlijk steeds stap voor stap, dan krijg je eerst de loting, dan zit je in die pool te kijken en dan weet je dat je met z'n drieën voor die plek 2 gaat, hè, zo hebben we dat benoemd. Nou, dat is het ook geworden. En als je dan al met nog één wedstrijd te gaan al zeker bent van die volgende ronde. Ja, dat heb ik toen ook proberen te beschrijven naar Sevilla. Dat is trots. Ja. Maar ook goed voor Nederland, denk ik. En dat hoop ik dat vandaag deze wedstrijd, de mensen die deze wedstrijd gezien hebben. Ja, dat is toch een reclame voor het voetbal. Dat maakte Arsenal ervan, dat maakten wij ervan. Ja, ik denk hiervoor ga je naar het stadion. Hiervoor blijf je thuis en ga je op de bank zitten om naar voetbal te kijken. En vooral dat maakt mij trots. En dat we dan nog een keer bij die laatste 16 zitten, ja, dat is alleen maar mooi natuurlijk. Bakayoko, die Kiwior, die zal er nog wel een paar keer van wakker schrikken vannacht, hè? Ja, dat is de kwaliteit van Bakayoko. Die geeft nachtmerries aan zijn tegenstander. En dat is wat we ook willen van hem. Die wisselde Bakayoko en Sabari naar zo'n 75 minuten. Bakayoko, ik ben heel benieuwd wat hij tegen je zei. Nee, Johan, die is al 20 jaar. En die heeft natuurlijk al heel veel meegemaakt. En die is ook al vaker gewisseld. En dat is altijd prachtig om te zien dan met wat voor gezicht hij dan van het veld loopt. Want hoe erg dat toch is. En daar moet ik dan ook heel erg om lachen. Dus dan zeg ik dat tegen hem. En hij wilde nog wel even doorspelen, kwam het eigenlijk om neer. Ja, maar dat wil iedereen. Die dan zo'n wedstrijd. En ik vond hem ook echt waanzinnig spelen. Als je in de 1-tegen-1 acties zag tegen die linksback, dan was hij hem duidelijk de baas. Nou, die bal, ja, hij speelde gewoon een geweldige wedstrijd. Dus dan snap ik dat je juist in zo'n wedstrijd op het veld wil staan. En een pannetje van Dest was ook niet verkeerd, hè? Sorry, wat? Iedereen sprong op de bank. Dus dat is alleen mooi om te zien. Dat zouden we van voetbal houden, toch? Genieten. Heerlijk.